Vandaag maar weer een keer met de microfoon. Daarvoor deed ik dat met jou ook met een microfoon, maar dan met een recorder waar twee microfoons in zitten. Dus een studiomicrofoon. De data vandaag is MFSK 128 bij 1500 hertz. Ik zit een beetje te peinzen over een nieuwe serie. Ik heb meerdere ideeën. Ik wil eigenlijk wel niet blijven herhalen steeds. Maar veel van de series die ik heb gemaakt, die heb ik dus nog niet af. Dat betekent dat ik ze weer kan oppakken als ik weer nieuwe inspiratie heb. In december van 2018 had ik een serie over spionageverhalen. Ik heb daar toen 10 afleveringen van gemaakt, onder andere over George Blake en over Christian Lindemans, King Kong. Ik stopte ermee in een tijd dat ik zeker zo'n 2 maanden lang griepverschijnsel heb gehad. Dat had nogal een negatief effect ook op mijn inspiratie en zo stopte ik vervolgens met de serie. Ik heb ook een idee voor een serie over veiligheid van zich, maar het middelpunt van onze zendhobby. Er komen steeds meer signalen dat hoogfrequent toch bepaalde risico's met zich meebrengt. Dan moet je dat ook weer niet overdrijven. Maar ik wil daar graag wat duidelijkheid in brengen. Wat is fictie en wat zijn feiten? Verder zou ik in de Daily Minutes ook nog graag aandacht willen besteden aan, aan het herschrijven van een aantal teksten over micronaties en soevereiniteit. Dat is net zoals het verhaal over spionage, een niet-amateurverhaal. Ik heb verder nog een deels geschreven serie over de betrouwbaarheid van nieuws. Waar iets van een stuk of 6 afleveringen van klaar inmiddels, maar dat moet ook nog verder uitkristalliseren. Ik heb daarnaast nog plannen om dat met mijn podcast te gaan doen. De serie, of tenminste de Daily Minutes, die zijn nu uitsluitend op YouTube in het archief te beluisteren. Ook dat plan is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ik moet nog zien wat het precies wordt en of ik via dezelfde podcast dan ook de Daily Minutes weer ga verspreiden. Het zou ook kunnen dat de podcast alleen in het Engels uitgebracht gaat worden en dat het een op zichzelf staand item wordt. Mocht je zelf trouwens een verzoek hebben of een idee voor een onderwerp, ik kan absoluut niet beloven dat ik het kan honoreren, maar ik wil wel kijken of dat onderwerp mogelijk is. En misschien kom je wel met een heel goed idee waar ik net als met de serie over de historie van onze hobby een aflevering of 40, 50 mee kan vullen. Om de serie over spionageverhalen weer wat wakker te maken, zowel bij mij als bij degene die luisteren, herhaal ik vandaag deel 1 en deel 10 van die serie spionageverhalen. Het eerste deel dus en het laatste wat ik gemaakt heb. Die serie was overigens vervolg op de eerdere serie over geheime elektronica. Ik weet dus nog niet of ik met de serie over spionageverhalen verder ga. Deel 1 is overigens voor het eerst uitgezonden op 29 november en deel 10 op 19 december van 2018 dus. We gaan echter eerst verder met deel 9 van de serie over repeaters. Vandaag deel 9 van de serie over repeatertechniek en dus geen vliegende Tesla's om de aarde draaiende discoballen of mislukte de-expedities. Deel 9 dus van de serie over repeatertechniek. In het vorige deel had ik het over controllers voor analoge repeaters en over de verschillende systemen die er zijn om repeaters aan elkaar te koppelen. Bottleneck van veel systemen is de database waarin staat wie er toegang krijgt tot een systeem als bijvoorbeeld Echolink. Het is jammer dat Echolink geen app, programma of mogelijkheid binnen de bestaande software heeft waarmee je als luisteraar ook mee kunt doen. Op zich is dat praktisch misschien wel wat lastig. Bij veel Echolink repeaters hoor je namelijk een melding als er een nieuw station bij komt of uitgaat. En bijkomende of weggaande luisteraars zonder registratie mogen dan wel op internet in het overzicht vermeld staan. De regelgever vindt het vast niet goed dat hun acties de repeaterzender inschakelen, zodat als ze erbij komen hun luisternummer op de repeater wordt vermeld. Op zich is Echolink wel een opmerkelijk systeem. Het is namelijk sinds de introductie nauwelijks meer veranderd. Als ik me niet vergis is de huidige software voor Windows al 12 of 15 jaar niet meer gewijzigd. Dat een zo oud systeem toch zo populair is, heeft een paar redenen. Eentje is dat het veel gebruikt wordt. Het werkt natuurlijk ook niet verschrikkelijk slecht en natuurlijk zijn er de apps bijgekomen voor iOS en Android en die werken echt behoorlijk goed. De belangrijkste asset van Echolink is echter het inlogsysteem en de database met roepnamen die een registratie hebben binnen het systeem. Waar er niet veel aandacht is voor vernieuwing van de technologie, wordt die database nauwgezet bijgehouden. Doe je een aanvraag voor roepletters, dan heb je soms dezelfde dag nog antwoord en vrijwel altijd binnen 24 uur. Ook wordt wat ik ervan gezien heb heel effectief met klachten omgegaan. Sommige andere systemen maken intussen ook mede gebruik van de database van Echolink. Het veel modernere systeem OnStarLink heeft een eigen database, maar daarnaast kan ook dat van Echolink gebruikt worden. Andere systemen zoals TeamSpeak, Skype, misschien wel in mindere mate FRN, en zo zijn er nog wel een paar, moeten zelfs zorg dragen dat er geen mensen binnenkomen via het netwerk zonder vergunning. Dat ze misschien wel via de ether binnenkomen, dat is niet te vermijden.
De meest eenvoudige en effectieve methode om dit soort misbruik te voorkomen is simpelweg de deur van je netwerk naar internet dichtgooien. Faciliteer wel, zoals dat bij IRLP gaat, de repeaters erop kunnen, maar geen gebruikers die rechtstreeks van internet komen. De discussie of dat wenselijk is, valt buiten deze vooral toch technische benadering. Een andere methode is om zelf een database op te zetten. Het kan dat een systeem al over een autorisatiesysteem beschikt dat al dan niet met wat aanpassingen zo te gebruiken is. Bij alle systemen die ik genoemd heb, ben ik in elk geval één nog noemenswaardige vergeten, dat is Wireless. Dat is een met Echolink vergelijkbaar systeem van Yaesu dat alleen in Japan veel gebruikt wordt. In Japan is Echolink relatief onbekend. Wireless heeft inmiddels een opvolger, Wireless X, dat we kennen van System Fusion of C4FM. Wireless is niet gratis. Het zit ongemerkt ook in veel van de Yaesu-apparaten die hier te koop zijn. De FT8900 en FT8800 bijvoorbeeld hebben een onhandigheidje in de bediening, waardoor het apparaat soms per ongeluk in de wireless-mode komt te staan. Je tikt per ongeluk tegen een knop aan, maar weet nooit meer welke dat was, en vervolgens hoor je de mensen klagen dat je aan het begin van je doorgaan een pieptoon en een stilte hebt. Dat is voor het wireless-systeem. Voor het buiten Japan meest populaire systeem Echolink bestaan meerdere programma's. Ik weet niet of ik een helemaal volledig beeld geef, maar in elk geval gaan we daarvan de belangrijkste bespreken. Om te beginnen zijn er de apps voor iOS en Android. Die zijn het eenvoudigst. Technisch gezien waren die apps nog niet zo eenvoudig om te verwezenlijken. Wie wel eens Echolink op een PC geïnstalleerd heeft, weet dat het voor Echolink nodig is om in de firewall drie poorten open te zetten. 5198, 5199 met UDP en 5200 met TCP. Verder kun je hierdoor maar op één PC binnen hetzelfde netwerk Echolink gebruiken. Bij de mobiele apps was daarmee een probleem. Niet alle mobiele providers geven die drie poorten door en bij die netwerken zouden de apps dus niet kunnen werken. Voor Echolink bestaan er zogenaamde proxies en relays. Dat zijn kleine programma's die bij gebruikers op hun computer kunnen draaien die zelf de betreffende poorten niet in gebruik hebben. Je zou bijvoorbeeld zelf op het QRL een PC aan kunnen laten staan waar zo'n programma's op draait. Enig wat zo'n programma in feite doet is het poortadres omzetten naar een adres dat alle mobiele en vaste providers wel doorgeven. Je Echolink app of programma maakt in dat geval dus niet rechtstreeks contact met de Echolink server. Hij gebruikt het IP-nummer en zo'n poort die het wel doet en gaat daarmee naar de PC op je QRL of elders. Die PC op het QRL zet vervolgens de boel om naar de poorten 5198, 5199 en 5200. Nu bestaan er proxies en relays en die doen zowat hetzelfde. Een proxy verzorgt slechts één verbinding tegelijk. Bij een relay kunnen echter meerdere gebruikers dezelfde PC benaderen vanaf hun mobiel en die kunnen dan tegelijk Echolink gebruiken via de ene PC. Nadeel van een relay is dat je daarmee niet vanaf internet bereikbaar bent, want een oproep via Echolink aan een station roept een IP-nummer op. Maar als dat gebeurt, zouden alle stations op diezelfde relay tegelijkertijd deze oproep binnenkrijgen. Doordat een proxy slechts door één persoon gebruikt wordt, kun je dan wel via Echolink opgeroepen worden. In Nederland en Duitsland is nog iets bijzonders aan de hand. De voornoemde programma's die werken niet altijd even stabiel. Ze kunnen bijvoorbeeld op een computer bij iemand thuis draaien. En als jij die dan gebruikt, dan kan door uitschakelen van die PC door de gebruiker de verbinding wegvallen. Ook al was er bij het toenemend aantal smartphones niet voldoende capaciteit. Om die reden heeft P1REV van de Hobbyscope Groep, tenminste ik heb altijd begrepen dat hij het was die dat gedaan heeft, een zogenaamde proxy farm opgezet. Dat is een server met IP-nummers uit de bekende hamreeks die een groot aantal proxies herbergt. Als je in de lijst met proxies op de Echolink site kijkt, dan zie je daar vele tientallen proxies met PI4NOS in de naam. En dat zijn deze. Hierdoor is de beschikbaarheid van Echolink op mobiele telefoons in Nederland uitzonderlijk goed, veel beter dan in andere landen. In Duitsland is er inmiddels ook zo'n proxy farm, als ik het goed heb, zit hier in Aken. Het kan zijn dat ze er inmiddels in meerdere landen zijn. En ik heb ook een verhaal dat ik vandaag geschreven heb. Mogelijk is dat het begin van een nieuwe serie. Dubbelspion George Blake. Kim Philby is een van de bekende spionnen, een dubbelspion. Veel minder bekend is een andere overloper van het Westen naar de Sovjets tijdens de Koude Oorlog, George Blake. Ondanks deze Engelse naam is Blake geboren in Nederland, in Rotterdam, als George Behar, zoon van een Nederlandse moeder en een Egyptisch-Joodse vader die echter de Britse nationaliteit had. Blake is vernoemd naar de Engelse koning George V. Albert Behar, Blake's vader, was in de Eerste Wereldoorlog hoog door de Fransen en de Britten onderscheiden in de strijd tegen het Ottomaanse Rijk. In 1936 overleed Albert Behar en de toen 13-jarige George werd daarom van Rotterdam naar familie in Cairo gestuurd om daar zijn opleiding aan een Engelse school af te maken.
In Cairo ging Blake veel om met een neef van hem, Henri Curiel, die later een van de kopstukken van de Communistische Partij van Egypte werd. Blake gaf in latere jaren aan dat hij sterk was beïnvloed door het gedachtegoed van zijn neef. Blake kwam 3 jaar later weer naar Nederland, zodat hij enkele maanden later in 1940 tijdens de Duitse inval in Nederland verbleef. Hij nam vervolgens deel aan het verzet tegen de Duitsers als koerier met als schuilnaam Max de Vries. Aanvankelijk werd hij gevangen genomen, maar hij werd snel weer vrijgelaten omdat hij nog maar 17 was. In 1942, dus in de eerste helft van de oorlog, vluchtte Blake via Frankrijk en Spanje naar Engeland. Daar kwam hij na een korte periode als onderluitenant bij de Britse marine te werken bij de Secret Intelligence Service, SIS, ook bekend als MI6. Ook veranderde hij daar toen zijn achternaam naar Blake, iets wat in landen als de VS en de UK een stuk makkelijker gaat dan hier. In 1944 kwam Blake bij P8 te werken, de Nederlandse afdeling in die dagen van de SIS. Bij zijn komst naar Londen werd hij ook herenigd met zijn moeder en met zijn zussen die bij het begin van de oorlog naar de UK waren gevlucht. Het was zijn moeder die daar besloot de familienaam te veranderen van BH naar Blake. In Engeland wilde Blake trouwen met een secretaresse van MI6, maar haar familie verbood haar het huwelijk vanwege de Joodse roots van Blake. Na de oorlog kwam Blake in 1946 te werken in Hamburg, waar hij de leiding kreeg over de verhoren van Duitse U-bootkapiteins. In 1947 studeerde Blake op verzoek van de Britse Navy een aantal talen, waaronder Russisch, op het Downing College in Cambridge, waar hij prominente medestudenten had, zoals de latere buitenlandanalist Michael McGuire. Blake werd vervolgens uitgestuurd naar een post in Seoul, Zuid-Korea, waar hij aankwam op 6 november 1948. Zijn dekmantel daar was dat hij vice-consul was. Zijn opdracht was echter om inlichtingen te vergaren over het communistische Noord-Korea en over het uiterste oosten van de Sovjet-Unie dat net boven Noord-Korea ligt. De oorlog in Korea brak vervolgens uit op 25 juni 1950 en Seoul werd al snel ingenomen door oprukkende communistische troepen uit het noorden, waarbij Blake gewoon op zijn post bleef. Nadat Groot-Brittannië aan de zijde van Zuid-Korea aan de oorlog ging meedoen, werden Blake en andere diplomaten door de Noord-Koreanen gevangen gezet. Toen de zuidelijke troepen steeds verder terrein noordwaarts innamen, werden Blake en de anderen naar een noordelijker plek verplaatst, eerst naar de hoofdstad Pyongyang en later naar de rivier de Yalu. Blake gruwde van de bombardementen op Noord-Korea en na tijdens zijn 3 jaar durende detentie lezen van de werken van Karl Marx en anderen, werd hij communist. We zijn bij deel 10 van de serie Spionageverhalen. We waren gebleven bij september 1944. Christian Lindemans, alias King Kong, die voor zowel de Engelsen als de Duitsers vecht en inlichtingen verzamelt en verstrekt. Hij komt er een strijdmakker uit het verzet tegen die hij vanuit het begin van de oorlog kende. De man kent Lindemans als Freddy de Smet, een Belgische inlichtingenofficier. En hij moet deze strijdmakker nu uitleggen waardoor de Smet nu niet meer actueel is. Na de oorlog hebben verschillende schrijvers en onderzoekers erover gespeculeerd of de informatie die Lindemans aan de Duitse veldmaarschalk Model gaf ertoe geleid heeft dat operatie Market Garden flopte en dat de oorlog daardoor misschien wel 6 maanden verlengd werd. In elk geval lagen de Duitse troepen op precies de goede plek klaar toen de geallieerden de aanval openden. Lindemans gaf echter in eerste instantie aan Model door dat de aanval niet bij Arnhem zou plaatsvinden, maar net boven Eindhoven. Het rapport dat Lindemans aan Model gaf was niet compleet en niet helemaal juist. Hij meldde het echter al op 22 augustus. Operatie Market Garden die vond plaats tussen 17 en 25 september daarna. De Duitsers konden zich hierdoor wel herpositioneren en ingraven om een aanval te kunnen afslaan. Een tweede rapport van Lindemans aan Model op 15 september was gedetailleerder en sprak ook van luchtlandingen. Op basis van de informatie van Lindemans was het voor de Duitsers ook mogelijk geweest om het hoofdkwartier van generaal Eisenhower aan te vallen en de plek waar de geallieerden hun tanks opgesteld hadden staan. De Duitsers zouden hiervoor echter voldoende Messerschmitt ME-262 straaljagers nodig hebben gehad en er waren er niet alleen onvoldoende Messerschmitts, de vliegtuigen die er waren die konden ook niet gebruikt worden omdat er niet voldoende brandstof meer was. Generaal Baker, onder wiens commando Lindemans voor de geallieerden spioneerde of opereerde, die kwam voorafgegaan door Sherman tanks bij de bevrijding van de stad Eindhoven binnen, tezamen met een Franse officier Charles Muller. Ze werden daar rondgereden in een zwarte Cadillac limousine en dat trok veel aandacht van de bevolking die door de bevrijding sowieso al in extase was.
Baker met zijn dunne brilletje leek daarbij sprekend op prins Bernhard uit die dagen. Omdat de stemming goed was, wuifde Baker voor de grap op een koninklijke wijze naar de toeschouwers. Uiteindelijk was de stemming onder de bevolking hierdoor zo tumultueus geworden dat Baker en Muller voor hun eigen veiligheid in allerijl naar het hoofdkwartier van de Ierse Garde in de plaats Aalst nabij Eindhoven moesten worden geëscorteerd. Maar toen ze aankwamen, al meerdere Britse en Amerikaanse journalisten op de prins tussen aanhalingstekens stonden te wachten. Het is mogelijk dat Lindemans prins Bernhard in werkelijkheid nooit ontmoet heeft, maar dat in plaats daarvan deze gebeurtenis, waarvan ook foto's zijn, ertoe geleid heeft dat mensen later dachten dat de prins en Lindemans elkaar kenden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.